Hallo mensen, welkom. Het is vrijdag 24 april. Normaal is vrijdag een dag waarop de meeste mensen zich verheugen op de start van het weekend. Kun je plannen maken en kun je dingen doen waar je in de werkweek niet aan toe komt. Nou, ik weet niet hoe jullie het voelen, maar de dagen voelen heel anders aan. De dagen hebben eigenlijk hun eigen kleur niet meer. Het is eigenlijk een soort brei van tijd geworden. En dat is wat anders dan een zeeaantijd. Een zeeaantijd is iets weldadigs, dan heb je alle tijd. Maar een brei van tijd, dat is kleurloos. Je kunt er eigenlijk geen onderscheid meer maken. Gisteren zei ik iets over het einde van de lockdown en de mogelijke start van een lock-up. Nou, het is nog lang niet zo ver. Maar het zou wel heel weldadig aanvoelen, vermoed ik. Ten meer omdat we dan weer terugkeren naar iets wat lijkt op een ritme. En mensen hebben ritme nodig. Mijn eigen ritme heeft toch erg te maken met de zondag. Zondag is een rustdag, dat is het eigenlijk ook wel voor mij. Maar het is ook een dag van inspanning, want normaal gesproken leid ik een eredienst. En dat is toch wel een inspanning. Je wil het goed doen. Je moet het ook voorbereiden. Dat vindt dan vaak plaats op vrijdag, zaterdag, die dagen. En op zondagochtend moet het dan gebeuren. Omdat je met elkaar wilt beleven dat het leven zelf niet zomaar iets is, niet een brei van tijd, maar een tijd die te onderscheiden is in werk en rust. En dat de tijd ook een geschenk is. Een geschenk dat als een geschenk verdient behandeld te worden. Een geschenk van God, zeggen we dan met elkaar. Dus de dagen hebben in die orde eigenlijk een eigen kleur. Je zou kunnen zeggen van een scheppingsorde. Het is zo bedoeld. Ik wil je zo dadelijk iets laten zien. Iets wat met de schepping te maken heeft. Het is een kunstwerk, dat heet ook de scheppingsorde. Ooit hebben we met de kinderkerk een speurtocht gehad. Het einde van die speurtocht die leidde toen naar dit kunstwerk. We vinden zich helemaal aan de zijkant van de parkeergarage op de Raaks. Dat stukje heet nog de Zuiderstraat. En het is een kunstwerk wat uit een zevental gevelstenen bestaat. Het is gemaakt door een meneer die heet Joop Veldheer. Dat is een Haarlemse beeldhouwer. Ooit hebben ze geprijkt op de drukkerij van Enschede aan het Klokhuisplein. En toen die werd gesloopt, toen zijn deze gevelstenen gelukkig gered. En die zijn toen geborgen, veiliggesteld. En uiteindelijk toen de parkeergarage op de Raaks af was, toen hebben ze daar hun bestemming gekregen. Het kunstwerk de scheppingsorde. En het lijkt erop dat ik jullie weer de achterkant van de Jopenkerk wil laten zien. En in de verte kijk je in de Zuiderstraat naar het voormalig Luthers Weeshuis. Maar het gaat natuurlijk hierom. Kijk, het Google Street View kun je van alles. Het gaat om deze gevelstenen van Joop Veldheer. Dit is de eerste dag. Deze gevelstenen hebben als naam meegekregen: Hemel en Aarde, Licht en Duisternis. Nou, als je tijd hebt, moet je er maar eens een keer langs lopen. Dit is de tweede. Die heet Scheiding der Wateren. Het uitspansel. Dan gaat de telefoon, die pakt misschien iemand beneden wel op. Dat is deel 3. Dit zee en land, plant en vrucht. En dan zie je de andere. Oké, bye bye.